Zo, even uitgelegd. 3. Dus 2 rijtjes van 3 onder elkaar. 1 rij van 4. En daar ook weer 2 rijtjes van 3. Gaan we ruimte tussen laten. Om hem een beetje meer naar de zijkant te leggen. Zodat hij niet te dicht bij de dakkapel ligt. Eerst lijn ik de rails uit. Die doe ik allemaal gelijk. Steek de kerk onder. Klik even met 2 polsen. Alle rails zitten erop. Dus nu gaan we aftekenen, omvormers plaatsen, verheffingsaarde aanbrengen. Ik wacht op de kabel, die zal daar eerst uit het dak komen. Dan kunnen we gaan monteren. De rails is afgetekend. Dus we gaan nu omvormers erop schroeven. De IC600 van AP Systems. Dat is een dubbele micro-omvormer met 2 MPP-trekkers. Uitlezing via Zigbee. Plaatsen binnen een kastje bij het internet, genaamd de ECUR. Die leest draadloos de omvormers uit. Dus alles wordt op het dak omgezet, gelijk in 230. Deze verdelen we over 3 fasen. Fase 1, fase 2, fase 3. Dan is het stroomnet geleidelijk belast. Even de voeding leggen en dan zijn we klaar. Heerlijk weertje, graadje 25. Geniet er maar. De eerste 6 liggen erop. Even zagen. Dan leggen we de 4 en dan de andere 6. Volgende 4. Alles ligt erop. Het voordeel van Classic is de haak is wat dunner. Afwerking ziet er leuk uit. Dopje erop. Op platte pannetjes is al wel een aardeier. Nou, dan gaan we zo meteen even de ECU inleren. Kan het systeem gaan werken. Lekker gezweten, maar ze liggen erop. Het is nu 2:30 ongeveer, 3 uur. Dus even het elektrisch afwerken. Er zit een krachtgroep op. En starten maar. Bedankt voor het kijken. Beetje een kort videootje. Tot de volgende. Toedels!